pompoen couscous. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de derde editie van De Vrienden van. De Vrienden van is ooit begonnen als een magazijnconcert van, als idee van meneer Wensink. Dat heette vorig jaar De Vrienden van MT. Toen, op het moment dat we zijn begonnen wisten we nog niet wat voor winkel we zouden gaan worden. Momenteel is het bekend en jullie ook niet ontgaan dat er straks een hele mooie Jumbo zal staan in ons dorp. Vandaar dat het deze editie heette De Vrienden van. Wie gaat dan mee? Taught me how to live, to go my very own way. She taught me how to settle down. Dat zijn de vrouwen. Wie heeft de mooie ogen, zachte handen, lange haren, witte tanden? Vrouwen. Dat zijn de vrouwen. Jeffrey, ik vind hem een hele beste kerel, maar ik zie de laatste tijd heel veel gele sputters op de rand van de wc-brillen liggen en ik weet zeker dat ieder binnen is. Maak me gek met je mond, maak me gek, ja de vonken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar me lacht. Laat ik me lekker gaan, 4 dagen lang kan ik niet op mijn benen staan. Van s'morgens vroeg tot midden in de nacht, zingen en schrappen wij op volle kracht. En we kwamen er binnen en het is gebruikelijk dat als je in een sushi-restaurant bent, dat je dan met stokjes eet. En mijn broertje kan dat. Ik kan het ook. Maar als je mijn vader ergens chagrijnig mee kan krijgen, is dat je met een bord met eten voor hem zet, wat hij met geen mogelijkheid naar binnen krijgt. Hij zegt ook zo, open moeizaam hier komen. Hij zegt, ik zit toch goddomme geen Mikado te spelen met die stokjes. Hij was geen held en hij had geen geld en hij hield niet van het krijgsgeweld. Maar zo beter was hij wel in hart en ziel. Waarom jij niet weg had moeten gaan. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kiel zonder jou. Sun goes down and the bell won't play.
his way. Oh yeah, I don't wanna be just a Millery baby. Jij bent echt een vriend om op te bouwen. Alles wat ik zeg of wat je doet, dat is oprecht. Haast om van te houden, aan jou ben ik gehecht. Jij bent echt een vriend waar ik praten kan. Alles wat je mij vertelt, komt rechtstreeks uit je hart. Nou, ik geloof niet dat ik hoef te vragen hoe jullie het vonden vanavond. Ja. Ik wil toch nog graag één keer een extra applausje voor al deze artiesten. En dat ze dan vanavond weer zo'n mooie show hebben neergezet. En daar kan ik trots op zijn als vader. Rianne, nogmaals bedankt. Een van de twee.